Banjo Town in America. En een hele goede morgen. Welkom terug bij een nieuwe vlog op Banjo Town. En ik en zo ook hier gaan we even lekker naar beneden, wat koffie halen. Ja, iets kleins te eten. We gaan zo meteen naar Hollywood toe met wat Franse YouTubers. En dan gaan we daar wat eten, denk ik. We hebben gisteren van een of andere gay die bij ons ging zitten gehoord dat we daar eigenlijk in de restaurant moeten. Dus dan gaan we maar kijken. Ik hoop niet dat het fucking duur is, maar was maar wel een beetje rich bitch. Ja, wat waffie. Ja. Uit een eigen chauffeur. Dus. Precies. We gaan even kijken. Hey, we lopen in LA, Hollywood. We zijn hier in een fucking groot winkelcentrum, zal ik het even laten zien. Het is gigantisch, maar alles is hier gigantisch natuurlijk. Alles is wel dicht, dus dat is een beetje jammer. We checken even hierachter. Fucking huge. We gaan nu even iets zoeken voor ontbijt en dan gaan we gaan filmen. We gaan lekker gewoon een week chillen. Een beetje rondkijken. Dus de man heeft een bed gevonden. Niet zo comfortabel. Niet? Nee. Zo niet. Ik kon kijken naar het Hollywood zijn, omdat we daar. Taxichauffeur die zou ons brengen, maar dan wou hij wel $200. Dan we toch iets gegeven. Ja, toch wel? Dus gaan we waar voor hier? We zijn in de souvenirshop en er wordt gewoon letterlijk omgeroepen wat er te koop is. Het is net zoals een attractie. En je wordt gewoon getrokken en er wordt gezegd van als je 6 dingen koopt, dan krijg je eentje gratis en je doet in je mandje en bla bla bla. Ze hebben echt wel heel desperate om de souvenirshop hier een beetje runnen te houden. We zitten hier bij IHOP en ze hebben hier een menukaart. Ik laat het even zien. We zitten gewoon letterlijk gewoon overal staan, calorieën bij. Kijk hoe fucking vet het allemaal is. Zo sick man. Gewoon overal boven de 1000 calorieën. Boven die crap. Lekker gezond ontbijt. Dank je. Kijk even wat we allemaal gehad hebben. Dit is fucking vet allemaal. Je hebt gewoon een halve ham op de bord liggen. En die dude heeft gewoon nog pancakes erbij gekregen als side. En dat is omelet. Welcome to America, bitches. We zijn in een toeristenshopje. Het stinkt hier een beetje. Ik weet echt niet waar ik gebleven was. Maar we gaan dus naar het hotel toe straks. En dan gaan we een beetje chillen. En dan zien we vanavond, tenminste, we gaan om 7:15 vliegen volgens mij. Dus dan moeten we een beetje rond 5 uur richting het vliegveld. We zitten in de taxi. Dus we staan me niet, gewoon niet uit. We gaan op naar het hotel en dan, wat gaan we doen zo? Ja. Do you even know what I'm saying? No. No, you don't? Just say yes. Yes. I said we're going back to the hotel. Yeah. But our watchers won't understand if I'm going to talk English. So. Oh. Dus we gaan zo meteen naar het hotel en dan gaan we even chillen. En dan, het komt zo aan tot een eind, jongens. Het is bijna afgelopen. Wauw. Zo kut eigenlijk. We liggen op de hangmat en het is echt fucking veel zon in mijn hoofd. Ik weet niet of ik de zon weg kan halen, ik weet het niet. Volgens mij gaat het even breken. Ik weet niet of die paal die nog recht staat. Nou, een klein beetje. Ik hoop niet dat we doodgaan. Het zou wel chill zijn. Dat we als we niet doodgaan natuurlijk. Hè? We zitten hier nog even buiten en we gaan nog wat drinken bestellen. En dan gaat zo week nog even shoppen. Als de vrouw dat die is. Het is eigenlijk voorbij. Ik heb uitgecheckt. Ik heb mijn koffer even laten staan daar. En we gaan straks naar het vliegveld. En dan wordt het weer een pittig lange reis. Maar 14 uur om terug te gaan. En dat is wel jammer. Want het is leuk, maar het is zo kort en zo dicht op elkaar dat je nu echt een soort van moe wordt gewoon van het reizen. Maar goed, nog eventjes. Het is het waard. We staan hier in de Macy's weer, want zo ik wil even shoppen. We zijn ook met wat Engelse YouTubers, we komen steeds andere YouTubers tegen. Het is net gezellig. En kijk even rond. Ik vind het, ja, het is niet echt mijn stijl. Dus ik loop gewoon een beetje achter zo ik aan en hij kan lekker zijn ding doen. En, we gaan zo nog wat eten en wat drinken en wat dingetjes doen en dan gaan we straks echt toch naar het vliegveld. Het is weer bijna voorbij, het is zo jammer. Oh, we zijn weer in het hotel. We hebben wat gegeten met de Engelse YouTubers. We gaan nu nog eventjes wat relaxen, want onze flight die gaat om 7:15. Dus we hebben nog wat tijd. Het is nu uurtje 2 of 3 of zo. Dus we gaan even een dag zeggen en dan zien we jullie wel later. Ja, en Zoe, die heeft een Heineken. Wat zeg je? Oh, ik heb nieuwe schoenen gekocht, jongens. Check dit. Zoe ook. We zijn nu echt hipsters met onze Nike running shoes. Heb ik dezelfde nou als jou of niet? Maar een andere kleur? Lijkt wel op elkaar, maar mijn is dus iets luchtiger. Ah, oké. Okay. Nou ja, goed. Jij hebt Heineken bier gekocht en we hebben net de Engels voor gedag gezegd. Dus we gaan nog even genieten van onze laatste LA-uurtjes en dan is het tijd om naar huis te gaan. Fuck a ride in the bus. Dat mag je natuurlijk niet hard zeggen. Zo, we hebben de tas gehaald, zoals je kunt zien hier om en onder. En we gaan nu een taxi pakken op naar het vliegveld, waar we dan nog 2 uurtjes hebben of zo, voordat we gaan vliegen. We vliegen eerst naar Frankfurt en vervolgens van Frankfurt wachten we 1 uurtje en dan gaan we naar Amsterdam. We zijn ongeveer morgen om 5:30 komen we aan. Dus dat is zeg maar met lokale tijd, dus er is 9 uur tussen. In ieder geval, we zijn zo'n 15 uur onderweg.
pittig gewoon. We zitten in een taxi en de taxichauffeur die vertelde dat hij Nederland kent en dat hij daar koeien en schapen gaat halen. We hebben de beste koeien, jongens. Ik hoorde het net. En we hebben ook de beste schapen. Dus we mogen trots zijn op ons land en op onze boeren, want wij maken de beste melk. Zo, we zijn aangekomen op het vliegveld. En ik mag zo meteen binnen waarschijnlijk niet filmen op sommige plekken. Misschien dat we nog extra wat gaan drinken of zo, dus dan kan ik wel nog gaan filmen. We hebben net een super chill taxichauffeur gehad, waar Zovik nu eventjes aan het betalen is. Hij kwam uit de Koerdistan en hij vertelde leuke verhalen en zo. Dus we zal lachen. We gaan nu naar binnen en ik kijk nog even waar ik kan filmen. Zo, we hebben de douane ook weer overleefd. Het was eigenlijk heel simpel. Want toen we aankwamen moest je echt drie keer langs de douane. En nu was het zo van, je komt even langs de douane, je laat je paspoort zien en that's it. Je bent klaar. We zitten nu hier in LAX. Achter mij zie je de hele hal. Ja, het is fucking groot. En het is ook lekker dichtbij. We hoeven vet relaxed gewoon. We hebben een uurtje van tevoren ingecheckt. En nu hebben we nog gewoon een half uurtje tijd om een beetje te eten. Zo ik zie je aan het eten. Is het lekker? Nou, het is fucking lekker. In ieder geval, we gaan straks dus vliegen en dan gaan we naar Frankfurt toe en daarna gaan we naar Amsterdam toe. Dat is nog best wel lang. Voor jullie is het echt zo van knip en dan zijn we terug. Maar voor ons is het wel even pittig. Zo, we zitten weer in het vliegtuig. Heb je er zin in? Nee, heb je echt geen zin in, hè? Zo, ik zal de hele tijd, ik ga het huis, dus ik ga alles, ik ga het terror, ik ga het vliegen. Het is ook best wel pittig, maar het is best wel relaxed. Ik vind het prima. We moeten nu nog 11 uur vliegen en dan komen we in Frankfurt aan. Zoals ik al een paar keer verteld heb. En we zitten nu een keer eerst tussenin, zeg maar, in het midden. Ik zie andere dames die filmen hier naast me zitten. Wat wil ik nog zeggen? Als je dan misschien het laatste deel van de vlog is wat jullie ooit zullen zien, maar ik hoop het niet. Ik hoop dat we het overleven. Dus ik check jullie later waarschijnlijk. Misschien nog halverwege en MG even een vlog of zo, maar dat zie ik wel. Wow, ik zie er fucking weer uit op de camera. Dat is ook wel een beetje logisch. Aangezien het niet echt chill was. Het was vergeleken met de vorige vlucht was het een beetje. Ik zat op een gegeven moment echt, het geluk was maar 9,5 uur en geen 11 uur en ik zat een beetje de uren weg te pijten. Ik zit hier trouwens, of sta ik voor een rokershok, is gewoon binnen. Camel, kun je gewoon in roken, dus zo is het aan het roken. Maar we moeten over een uurtje moeten we naar Amsterdam en dan is dat een drie kwartier vlucht, dus dat valt wel mee. Maar ik ben echt wel fucking brak nu, jongens. Fuck. We zitten hier bij de gate en we wachten op de vlucht, het is nog niet klaar, we moeten nog even wachten. Maar zo brak, ik voel me gewoon echt een soort van, alsof ik een kater heb eigenlijk. En ik hoorde net van mijn ouders dat ze me niet komen ophalen, dus ik moet nog met de trein ook. Dat betekent dat ik dus met de trein op een uur moet en vervolgens, dan word ik opgehaald gelukkig. Ik voel nog wel een pittig dagje, ik denk dat ik rond 7 uur s'avonds thuis ben. En dan ga ik proberen om een beetje op te blijven, zodat ik geen jetlag erover aan overhoud. Dus, even wachten. En dan gaan we weer vliegen. Meine Damen und Herren, wir gehen jetzt unseren Landeanflug auf Amsterdam. Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihr Handgepäck sicher verstaut haben. Überprüfen Sie, dass Ihr Sitzgurt geschlossen und Ihr elektronisches Gerät im Flugmodus ist. Alle Sendefunktionen müssen ausgeschaltet sein. Sie dürfen die Sendefunktion bzw. So, das war's. Kurz Flucht. Wir sind auf dem Laufband. Wir gaan tot aan het einde gaan doorlullen. Dat is de steeds. Het waren echt een aantal fucking epische dagen. Fox bedankt, Bardo bedankt, Moezo bedankt, iedereen bedankt. Het wordt fucking vet. Oh, jij bent ook al bij. Oh ja, New Beauty TV ook bedankt. Ja, Newbie ook. Iedereen bedankt. En jullie gaan het resultaat waarschijnlijk nu al zien of ergens binnenkort. I don't know. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vond je dit vet? Laat even een duimpje omhoog achter en vergeet niet te abonneren. En dan hopelijk de volgende keer in, weet ik veel, Brazilië of Zuid-Afrika. I don't know. In ieder geval, laters. Het was mooi, man.